Leo pants doen. Ja, doe ook maar weg. Ik kom er niet vanaf, die kleine maatjes. Die heb ik al maanden. En dit? Hetzelfde verhaal met die streep. Ja. We kunnen het op de webshop zetten. Ja. Final maar sale. Denk je dat het gaat verkopen? Dat we gaan nu één keer alles, iets naar de, alles naar de kringloop doen? Dan kunnen we beter, ja. Doe dan maar gewoon lekker naar de kringloop. Ja. Ja. Nee, dat is ik weet het al. Je hebt twee kleuren, denk ik. Oh, ja. Oh, ik heb alles uitgekocht. Ja, en ook zo. Even kijken. Van die hekjes. Je ziet bij jou wel dat je echt gespitst bent, hoor. Gewoon die trapbeweging. Ik kan er wat van leren. Zo. Jeetje, wat heb jij allemaal spullen liggen hier? Je hebt gewoon van heel veel soorten producten heb je gewoon op 5 tot 10 dingen liggen. Nee, van die leggings, van dit soort windjets. Je hemt die mee. Oh, ik voel helemaal niet eigenlijk dat ik dit helemaal nu moet gaan sorteren. Ik denk dat we deze doos gewoon op de hele Bonnefoy moeten gaan doen. Nee, die moet daar bij zijn diva. Check even snel mee. Sport. Is allemaal prima ook. Allemaal prima. Dit allemaal weg? Ja, tie-dye shirts. Ja, hè? Dus in één keer een hele doos vol riemen. Jolie. Ja. Dus daar even oké. Huh? Zie jij dingen ertussen waarvan je denkt, dit kan echt niet weg? Nee, toch? Heel groot dit, hè. Ik kan op zich ook wel een riem gebruiken, maar... Oh. Hiermee niet. Nee, oké. Deze hele doos doen? Ja. Zullen we hem dicht krijgen? Wij kunnen zo lekker troep verzamelen met z'n allen. Zo. Maar ja, wat voor ons troep is, hè, is voor een ander belangrijk. Nog een dieve shirt. Ga je hier nog iets mee doen met die schoenen? Huh? Past iemand die hier? Lani! Welke maat heb je? Schoenen. Kijk. Hier. Pak even tape. Ja, zijn één.
Het zijn best wel leuke schoenen trouwens, hè? 7, 2, 7. Ja. En deze? Welke maat heb jij meer? 40. Huh? 40. Maris, his? Nee? Wat? Nee, dat van André is. Dat zijn die van Christel. Ja. We hebben ook die witte tape, hè? Die. Ja, kom zien. Mes op zak. Oké. Okay. We hebben al bijna 3 dozen vol. Ja. Ik weet niet of jullie dat goed vinden. Ja. Ja, het ligt... Heeft iemand daar een beetje verstand van? Kan je dit soort dingen het beste naar de kringloop brengen? Of kan je dit het beste gewoon naar het Rode Kruis of zo sturen? Of naar zo'n opvang? Nee, ik weet dat ze daar niks mogen aannemen. Waar? Bij dat soort goede doelen. Maar je hebt toch wel van die kledingbakken? Ja, kledingbakken. Ja. Maar dan gaat het naar het buitenland, hè? En kunnen we niet... Zullen we niet, als we een bericht op de webshop zetten, dat er mensen zijn die die kleding uit gaan delen? Want als het via een officiële instantie mag. Je hebt toch best wel vaak dat mensen zeggen van, nou, leven maar bij mij en zorg ik wel dat het goed verdeeld wordt onder mensen. Ja, nee, dat mag dus niet. Nee. Maar dat kan dus niet. Nee. Ja. Maar... Naar een weeshuis stuur ik al mijn kleding naartoe. Hoe heet dat nou? Tsunami-gebied heb ik het, doe ik het persoonlijk altijd naartoe. Maar. We zijn toen hier ook al een keer eerder geweest. Ja. Ik weet het niet meer. Ik ben niet zo slim. Huh? Is het toch? Wat? Wacht nog open. Wacht. Loop even naar beneden. Ja. Dat het gelijk terug gaat. Ja. Maar zijn dat niet gewoon de 2 volle dozen? Met pollies? Ja. Nee, we hebben het volgens mij... Of nou, dat kan wel, maar... Het zat in die hele grote doos. Ja, dat zijn nu deze, als het goed is, maar... Die niet, die eronder. Oh, nog meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Zou jij 4 van die tasjes achter jou aan willen geven, alsjeblieft? Ja, thanks.
Dat weet ik niet. Ik heb maar de overdag namelijk bij de kraan. Drop it. Ik zou wel wat bewaren, ja. Zeker. Ik zou misschien 100 pollies of zo. Even kijken, Maris, ik heb de nummers.